morgen, middag, avond, wanneer je deze video ook kijkt. Welkom bij Vraag het Suus, bij het rubriekje Huishouden met Suus. Vandaag ga ik deze diepvries schoonmaken. Helaas heeft vannacht de diepvries op een kier gestaan. En dat betekent... Dat wilde ik laten zien. Heel veel ijs in zit. Dat moet eruit. Want dat kan niet. Kijk, hij heeft opengestaan, zie je. Heel veel ijs, dat moet er allemaal uit. En dat zit dus bij alle lades. En nu ook op de grond. Dat hoort er ook een beetje bij. Ik ga beginnen met even de koelkast of de diepvries uit te zetten. Dus de stekker eruit te halen. Altijd stap 1 als je iets gaat schoonmaken, stekker eruit. Deze kan vast ontdooien. Ik ga beginnen met de maken van even een soepje met een beetje heet water. En ik gebruik een föhn om het dikste ijs er even uit te halen. Ik ga jullie op een statief zetten en dan gaan we aan de slag met het schoonmaken van de diepvries. De diepvries staat open en ik ga beginnen met het eruit halen van alle lades en checken wat er in die lades zit. Nou hebben wij hem al redelijk leeggegeven de afgelopen tijd. Dus ik ga gewoon kijken wat erin zit. Nou, dit was gewoon bloemkoolrijst en aardbeidjes. Die hebben dat overleefd vannacht. Dus dat scheelt. Die bakken ga ik zo meteen allemaal leegmaken. En in de douche spoel ik die even af. Laat ik daar ook afdruppen. En maak ik uiteindelijk droog met een theedoek. Het was namelijk belangrijk dat je alles wat jij aan producten weer terugzet in de koelkast. Dat er geen condens op zit. Want dan heb je anders gelijk weer dit soort zaken. Want dit is gewoon een kwestie van condens. Hier zit ook een paar dingen nog in. Ik heb alles wat ontdooid was er al uitgehaald vanmorgen. Dat is allemaal weggedaan. Gelukkig was het niet heel veel. Deze is al leeg. Gaan we naar de volgende. Dat heb ik er net ingezet, want ik kom net van de winkel terug. Nog een lege bak. Kijk, ze zijn gewoon allemaal... En dit is mijn grote vriezer boven. En dit maakt niet uit of dat ontdooit of niet. Dat is soms een spul. Goed, ga eerst even de bakken in de douche omspoelen en neerzetten. Terwijl ik de bakken uitspoel, laat ik de deur van de koelkast of de diepvries alvast openstaan. Ik kan het alvast ontdooien. Dat duurt echt als je dit zo laag gaat doen heel lang. Maar daar heb ik een handig trucje voor dat je met een half uurtje klaar bent. Even naar de bakken. De bakken staan hier gewoon in de douche. Die ga ik zo meteen afspoelen met heet water. En daarna even met een doekje met allesreiniger afnemen. Kan ik helaas niet filmen, want dan wordt de camera nat. Want het spettert echt alle kanten op. Maar dit is de manier waarop het voor mij het makkelijkste werkt. Nou, je hoort het water al druppelen. Deze diepvries ontdooit gelukkig heel snel. Maar die hele dikke plakken ijs, die ga ik eruit halen met de föhn. Zorg ervoor dat er geen water in de föhn komt. Dan gaat het niet goed met de föhn en met jou. Dus hou altijd de föhn op afstand van de koelkast of van de diepvries. Ik kom eigenlijk nooit verder dan hier, zeg maar. Had je straks ook laten zien hoor. Niet te lang, dat is ook niet goed voor je koelkast. En niet op de allerheetste stand. Ik doe meestal zo'n lauw standje. En dat werkt prima. Dan duurt het iets minder lang dan een paar uur wachten totdat het allemaal dooi is. Hoewel, kijk, zoals de randen hieronder. Ik zal je even van de statief afpakken, dan kunnen jullie het zien. Kijk, zoals hier is het al... Nou kijk, dat kan ik er gewoon al afhalen. Dan heeft hij alleen maar even 10 minuten open gestaan, nog niet eens, denk ik. En uit dan ook, hè. Dus dan kun je zien hoe snel dat gaat. Nou, je kunt zien, hij is echt heel erg diep gevroren, deze ronde. En met name daarbovenin. Dat was ook de dader. Daar zat een kiertje. De föhn. Nou, ik heb allerlei standjes en ik kan dus kiezen voor niet zo heet. En dan geduld oefenen. Ik sta hier wel even.
zijn ongeveer een minuutje of vijf verder. En ik kan inmiddels dus gewoon beginnen met bikken. Ja, dat is een ander woord. Kijk. Omdat het nu dus zacht is geworden, kan ik er dus veel makkelijker bij. Dan kan ik dus ook dit gewoon nu uitlichten. Ik heb daar gewoon het spateltje voor wat bij de ding zat. Je kunt ook een ijskrabbe gebruiken. Maar nou ja. Dat ijs, dat doe ik allemaal in de bak. Dat gooi ik lekker in de tuin. Ik ga even bieken. Een koude hand heb ik ook de onderste 1, 2, 3, 4, 5 plankjes liggen. Alleen in de bovenste zit nog ijs zoals je kunt zien. En hier hangt nog ijs aan. Dat kun je ook op een andere manier wegkrijgen en dat ga ik je ook laten zien. Daarvoor heb je een grote bak nodig, gevuld met heet water. Die zet je erin, doe je de deur dicht, laat je een kwartier 20 minuten staan. Dan zorgt de warmte van het water ervoor dat dit makkelijker smelt. Dus dat gaan we nu doen. Nou, ik heb twee schalen met water. En dat is gewoon warm water. Ja, de koelkast staat achter de deur. Is niet de meest handige plek, kan ik je vertellen. Ik zet er eentje hier achterin. Bij het meeste. En ik zet er eentje hier voorin. En ik heb ondertussen onder in de koelkast een handdoek gelegd. Of in de diepvries. Die het vocht op gaat vangen wat eventueel eruit kan gaan druppen. En voor de diepvries ligt ook een handdoek. Zodat je eventueel water op kunt vangen. Heb je nou bijvoorbeeld een laminaatvloer, leg er dan iets onder wat heel goed vocht absorbeert. Dat je geen kringen in je laminaat krijgt of laminaat wat omhoog komt. Geef mij de gelegenheid om een kopje koffie te gaan drinken. Dat ga ik dan ook doen. En dan ga ik daarna weer verder met het uitbikken. Want ik denk dat ik dat nog wel even moet doen. Ja, en dan ben ik na een half uurtje terug. En dan, kijk, is al het ijs eruit. Dan kan ik het zo in de bak schuiven.
leeg. Kijk, je kunt het zien. Je kan daar de achterkant weer zien. Alle buizen zijn ook weer vrij. Ik begin nu eerst met het uitdrogen. En dan denk je, maar je gaat er zo nog met een sopje door. Ja, maar hij is nu nog echt heel nat. Dus eerst met een oude handdoek is dit. Ga ik hem uitdrogen. Ik begin met de deur en dan werk ik van boven naar beneden. Inmiddels heb ik gewoon een sopje met een beetje alles reinigen gemaakt. En heb ik een zeem gepakt. En ga ik nu alles afnemen. Ook weer van boven naar beneden. En ga ik daarna met de zeem uitdrogen. Zodat hij zo droog mogelijk is voor je hem weer aanzet. Want hoe minder vocht erin zit, hoe minder hij weer aanvriest. Regelmatig even je doekje schoonmaken. Mooie gelegenheid om even alles lekker goed schoon te soppen. Ik vind het altijd wel heel erg lekker dat die dan weer helemaal schoon is. En als die niet open gaat, kan die bij mij echt wel heel lang aan. Want het is een zelfontdooiende vriezer in principe. Maar ja, als je deur op kiel even. En als laatste de deur. En dan kan die weer dicht. Nu ga ik eerst de bakken droog maken, maar ik zet de vriezer alvast aan, dan kan hij alvast weer gaan draaien. Zometeen schuif ik dan in één keer alle bakken erin en dan is je vriezer helemaal klaar. De buitenkant natuurlijk nog even afnemen, maar dat kan zo meteen. Zo, alle bakken zijn droog en schoon. Ik ga hem gewoon in de diepvries. Ik heb de mazzel dat ze bijna allemaal op de plekken passen waar ik denk dat ze altijd moeten. Dat de onderste een kleine bak is en dat er in het midden een grotere bak zit. Voor de rest is het allemaal hetzelfde. Dus dat is lekker makkelijk. Nog eentje. En de boosdoener. Kijk, die past er nu gewoon ook weer helemaal in. Dat is ook wel fijn. Nou, ga ik de buitenkant even afnemen. En dan is de diepvries schoon. Ik laat hem altijd even een paar uur draaien voordat ik alle diepvriespullen er weer in zet. Maar goed, ik kan ze beneden in de vriezer kwijt. Kun je dat niet, kun je ze gewoon gelijk weer terugzetten. In elk geval is bij deze dus de diepvries helemaal schoon. Niet meer op een kier laten staan. Dat is wel de tip van de dag, denk ik. Ik ga nog even een doekje over de buitenkant halen. En dan is hij klaar. Zo, die kan er weer tegen. Even een tipje sopje in die weg doen. Dan kun je nog mooi even de gootstenen zo mee schoonmaken waar je het ijs en zo mooi in hebt gedaan. En ik doe de handdoeken die ik heb gebruikt, doe ik eerst even in de centrifuge en dan was ik ze uit. Dat scheelt een hoop vocht in je wasmachine ook. Tenminste in de zin van wat al in de zwaarte van de handdoeken zit, zeg maar. Dus dat is nog een tip. Dus dat ga ik nu. Nou, hij is klaar. Alles zit er ook weer in. En ik ben blij dat dit klusje erop zit. Het duurde langer dan ik had bedacht. Normaal gesproken is het echt een kwestie van even feunen en ben je met 20 minuten een half uurtje klaar. Maar er zat zoveel ijs in. Normaal gesproken gebeurt dat niet, zeg maar. Goed, beneden heb ik ook nog een diepvries onder de koelkast. Die moet ook binnenkort weer. Maar dat hoeven jullie niet te zien, want daar is nu deze video voor als hulpmiddeltje. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je nou een vraag hebben, stel hem hieronder of stuur even een mailtje naar vraaghetsuus@gmail.com. Adres vind je ook hieronder in de beschrijving. Moet je even uitklappen en dan komt er een hele batterij aan tekst. En daar staat helemaal onderaan ook het mailadres in.
Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet om een duim omhoog te doen. Abonneren, dat kan hier beneden. En dan zie ik je graag terug volgende week in een schoonmaakvideo. Of morgen in een nieuwe vlog. Dus tot dan. Dag.